Ja, wat is het? Hier staat een benzinepomp aangegeven. Nou ja, en over 4,8 gaan we eraf. Wat? Dan pakken we sowieso die benzinepomp zo meteen. Oh nee, niet 0,2 kilometer. Joehoe! 327 kilometer deze keer. Ja. We gaan met 300 moeten we echt gewoon makkelijk in de bergen klaar. Afhankelijk van wat we doen inderdaad, maar in de bergen is het sowieso niet onverstandig. Ja, de tank leeg rijden, je hebt nog 3,5 reserve of zo. Ja. Ja, zeker wel. Het is niet na een maand, maar na een jaar wordt het al een stuk minder met de brandstof. Er zit een bepaald chemisch goedje in wat ja, verweert, zou ik maar zeggen. Dat verloopt letterlijk. Ja. Zeker als je brandstoftank niet vol zit, als je hem wegzet, dan komt er condenser zo in. Dan is het helemaal zo gebeurd. Ik wilde net zeggen, een take. Ja, nou, die ben ik niet blij mee. Ik was denk, het is of een take, of het is een coronavirus dingetje. Een caprosuchus is zo'n... Ja. Ik heb heel erg van je. Ja. Oh, het ziet er omgekeerd ziet het er wel uit als een blow. Ik zit er andersom naar te kijken en dan zie je van die kaak aan de ene kant, zeg maar. Ja. Battlestar Galactica. Wat? Battlestar Galactica. I don't get it. Oh, het lijkt ook wel op de flow manier lijkt het ook op een haai. Die uit het water komt. Er loopt een stukje bovenlangs, die hebben we net gehad. Zometeen gaan we weer verder. Ik heb de rest niet helemaal kunnen vinden. 300 meter, benzinepomp. Dat is deze toch? Ja. Ja toch? Jawel, jawel. Dat is een waarschuwing voor als er sneeuw is. Bonjour. Kom je naast me staan, El? Ja. Bonshoer. Moet ik eraf? Camera loopt. Moet jullie de kost ophalen? Oh, okay. Kijk, daar mogen we er niet uit.
Even kijken hoor, volgens mij moeten we hierheen. Ben je er? Ja. Oh, hi. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom gaan maar, we kom toevallig maar naar rechts? We gaan rechtdoor. Oh. Ja, ben je erbij? Ja. Wederom een stopbord. Auto, stop, stop, stop. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ben jij anders? Nee, ik heb het gevoel dat ik een andere taal draai. Nee, nee, het is goed. Zet je over ja. Mocht je niet het wel een slingertje, gaat mij lekker met iemand achterop. Oh, oké. Gaan wij als we ietsje verder zijn, gaan we ook eens even kijken of we een vondje kunnen maken. Jee, beloof niks. Ik ga er niet voor, maar het gebeurt zelfs. Zag je dat? Ja, ik zag het. Wat een wachtkeuvel. Ja, hier rijdt de motorrijder, inderdaad. Een korte broek, maar die maakt scherp bochtjes. Ik denk zijn voet even uit. Jezus. Dat zijn die, hoe heet dat, die dingen? Dat zijn geen crossmotoren, maar... Street, nog wat. Ja. En als je je voet uitsteekt, dan verplaats je dus je gewicht. Het scheelt iets. Hé, hey, je hebt gisteren ook getankt. Gewoon wel zo. Dus hier zijn de mijnen. Ja, dat staat daar. Microsoft Teddy Bear. Dat zat verderop, daar hebben wij geen last van. Mam? Ja? Ik weet niet, maar soms praat je even heel hard. Oh. En dan, het is niet per se erg, maar ik voel letterlijk de luidsprekers in mijn helm trillen. Oh. Oké. Okay. Nee, maar dat is... Ik vind het heel grappig dat ik zo... je bent overduidelijk gevoeliger als je hem gehoord dan... Ik ben 30 jaar ouder, mag wel. Je bent niet 30 jaar ouder. Ik ben precies 30 jaar. Ja, ik ben er wel 30. Ik ben niet 36. Ja, het klopt inderdaad, ze is niet 36, dat weten we allemaal al. Weet je nog dat straatje waar we uitkwamen? Dat is deze. Dat binnen doorwerkje, dat ligt voor ons, waar die vrachtwagen stilstaat. Ja. Dat is waar die helemaal overheen gebeurt, zeg maar. Ja. Nee, we gaan niet over dat binnen doorwerkje. Alhoewel. Nee. We hadden gisteren een weg, dat is wel 80 tijd, maar ik weet niet waarom we hier overheen rijden. Dat je ineens een steegje in binnen in het dorp. Ja, gaan we nou weer doen. Ja? Ja, hij stuurt me hier linksaf. Ja, dat is
Dat gaat niet goed. Stop. Ja, kom maar door wel. Het is een edi weggetje. Ja. Oh, hey. De weg. Ben je er? Ja, kom maar. Nu wel. Moet je wel doorrijden. Nou ja, goed. Deze rotonde hebben we gisteren ook gehad. Hierna, of hiervoor, nou voor ons nu hierna, kwam wel een hele mooie route. Waarom we nou zo gestuurd werden door de Navi, dat snap ik niet helemaal. Nee, dat klopt. Nee, schat, die ligt achter ons. Ja, ik wil het zeggen. Oh, weet je. Wat te warm. Die hoeven nou niet meer warm te worden hoor, die zijn wel warm. Ja, ik ben lekker aan het flikkeren, dat bedoel ik. Oh. Wie wordt daar gekeken, schatjes? Wie wordt daarna gekeken? Hoe zou dat? Oh, maar dat komt door de type motor, ja. Wat ik nou het mooie vind aan dorpen zoals dit, er is geen hoogbouw. Nee. Geen hoogbouw, geen flat. Nee. Ja, precies. Ja, maar ook niet in kaart. Ja, volgens mij zijn er ook de reglementen voor dat je niet te ver hoog mag. Ja, dat is ook een leuk dorpje. Ja. Paarshuis. Dat was een grapje van mama gisteren. Mama snapt hem. Miauw. Soms vallen dingen hier gewoon op. Ja. Ja. Nee, doet je vader ook liever dan de weg of zegt dat dan mee? Die van mij voelt als een plavuizendeken. Ja, precies. Dat is oké.
Nee hoor, dat is geluid. Dat is ook geluid. Ja. Dat weet ik ook niet meer. Ik weet wel dat het zo begonnen is. Volgens mij zagen we schapen en toen zei ik, hey, hooipalen. Nee. Andersom was het. Andersom was het. Het zijn de teddyberen weer. Waar is de blauwe heen? Er zijn twee groene. Ik snap het niet. Waarom is die witte en waarom staat er letters op? Koeien. Over wat en wie hebben jullie het? We zijn er twee fietsers langs gereden van de 18 personen. En oh, je had geen t-shirt. Oh. Ik had nog een fiets. Dat was een meisje. Ik bedoelde die fiets met de auto's, die had alleen een BH'tje aan. Ik had even zo een jingle. Ik had wel. Oh. Dan ging jij bij jou, ja, je ziet dat. Ja, dan heb je wel gelijk. Oh, dit zijn de sigeel van mij. Ik zit hier. Oh, nice. Nou, als iedereen nou even afhaakt hier zo, kunnen wij door. Het doet dit niemand het. Volgende week, zeg hé. Nou, ik wou net zeggen, ja. En een eigen kamer. Je hebt gewoon twee persoons bed, een douche en een keuken. Maar dan kunnen we jullie koken. Ja, dat zit niet. Nou, we kunnen een barbecue krijgen, hè. Oh, hé, hey, we komen wel bij de pont om. Ja, zie je wel toch? Ja. Oh, jullie gaan een mooi uitzicht zien. Jullie gaan een heel mooi uitzicht zien zometeen. Ja, oh, dan gaan we gewoon foto maken. Ja. Zo. Oh, foto's, alsjeblieft. Hel, weet je nog die bochten? Koeien. Ja. Die gaan we nu tegengesteld doen. Kijk, daar gaan we omhoog. Oké. Okay. Ik ga even wat afstand opbouwen. Kijk, hier. Maar is een beetje voorover, toch? Nou, ik er vanaf. Als het heel stijl is, dan vragen we het wel. Deze vorm van stijlheid, zeg maar, is nog niet wat ik met mama heb meegemaakt. Nee. Kan erger? Aha. Kan helemaal erger. Dit is nog niks. Oh, lekker. Kijk dan, jongens. Kijk, zie je dat uit? Woe! Gaaf, hé. Oh. Koeien. Niet te koud voor je. Die zomer
je niet van je zoon houden? Ja, dat is best lastig. Nou, dat kan. Dat schijnt dat. Het is niet aardig. Het schijnt te kunnen, maar goed, dat is, ik vind het altijd een beetje vervallen. Als je eenmaal ouder bent, dan is het toch wel iets wat de beurs van kunnen beschutten. Ja. Ik kan me er niet zo voorstellen, niet gewoon, maar dat weet ik niet. Daar beneden reden we dus net, hè? God, wat stinkt die bak. Je bent zelf een bak. Wou je zeggen dat ik stink? Nee. Ik wil zeggen dat je een bak bent. Ja, maar ik zeg gewoon, wat stinkt die bak? Nee, jij zegt, je bent zelf een bak. Dus je vindt dat ik stink, hè? Nee, het is een goed. Geen excuses deze keer. Ik ben helemaal klaar mee. Die bak stinkt. Vind je te blauwen, maar dat weet je wel, toch? Oh, gaat stijgen, dan ben je wielies aan het trekken. Ja, wielies, let's go! Oh no. Oh, kijk eens in je navigatie. Wat, kijk eens wat? Kijk eens op je navi. Oh nee. Twee fietsers. Ze spreekt geen woord over de grens. Nee, want Das ist super geil. Das ist überlecker. Überlecker, ja. Ganz richtig, ja. Oh, het is heerlijk. Temperatuur is 4 graden gekelderd. Gekelderd nog wel. Aha. Even, El, vermaak je een beetje? Ja, echt wel. Wat stom dat ik me vergist heb in die bonbon, zeg. Nou ja, vind ik wel. Ja, ik vind het echt enorm stom dat je dat ding rijdt en dat niet eens uit de hoofd bent. Nou, wat slecht, zeg. Ik had in mijn hoofd echt dat hij achter ons lag, maar dan is nou. Motor. We zijn bijna bij de, ja, daar is die, de stopplaats.
Jullie hebben wij gisteren dus ook even stilgestaan. En 2 jaar geleden ook. Ja, 2 jaar geleden ook. Let op de gravel, hè. Film hier gewoon neerzetten bij die bussen. Er staat toch geen bus? We gaan toch zo verder. Gaan we hier doen dan? Foto maken. Ja, kom maar, Ties.